Ramon Samsohit, oud-leerling van de Algemene Middelbare School, heeft vandaag een aantal spullen gedoneerd aan deze school. Hoewel hij al geruime tijd in Nederland woont, vindt hij het nodig om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. De donatie aan de AMS moet volgens Samsohit een inspiratie zijn voor oud-leerlingen van andere middelbare scholen. Hij merkt op dat de jeugd bijzondere aandacht moet krijgen bij hun ontwikkeling. Het is puur uit mezelf, omdat Mufini, ieder Suriname, waar ter wereld, hier zijn we gevormd. Ja, ik kon er investeren zo mee niet. Weet je wat het kost om een kind vanaf lagere school naar de middelbare school op te leiden? Dat je gewoon, je ook ontwikkelen wat tata kon er. Luister, wij Surinamers moeten dit land opbouwen. Bakker no kon hepo no. Believe me, dat mag meer ook wel multinational sinds 1 november 1995. Mie is behartig belangrijk, ja, multinational. Ja? Isabi, maar Amildine, oh, look, want je is ook aan de man is verseer uitgaande van maatschappelijk verantwoord aan de man doen, maar de man, nee, de man kan doen business. Wij moeten als land, even als sapsana goedoefu kondre, favo deal. Samsohit gaat voor de komende 3 jaren ook een samenwerking aan met de juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit. Daarnaast heb ik de juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit geadopteerd voor 3 jaar, tot termietap 48 jaar, dus tot 16-5-2020. Dat studenten duaal kunnen studeren, naast op de ADEC, ook aan de Open Universiteit. Dus vakken die je aan de Open Universiteit had, kan je inbrengen in ADEC. En wat je ADEC heb je gehaald, bijvoorbeeld bachelor 1 vakken. Als je bachelor 1 hebt afgerond aan de Anton de Kom Universiteit, juridische faculteit, kan je één extra vak doen, dat is inleiding internationaal recht, en dan krijg je een diploma van AMS, van de Open Universiteit Nederland. Dus je kan 2 diploma's tegelijk hebben. Open Universiteit Nederland is een van de beste universiteiten van Nederland. En door die samenwerking, er komt een samenwerking tussen Anton de Kom Universiteit, juridische faculteit, en Open Universiteit Nederland, juridische en culturele faculteit. De Tede Marokko aan niveau van Kondre kan groeien op. Open Universiteit is toegankelijk voor alle studenten, 18 jaar en ouder. Dat was Ramon Samsohit. Als oud-leerling van de Algemene Middelbare School heeft hij vandaag een donatie gedaan aan deze school.